Kijkers, we zijn hier weer bij een nieuwe aflevering van de geweldige wegstemvideo's met weer 6 kandidaten voor jullie. Enkele nieuwe, enkele veteranen. Hier, dit zijn de kandidaten voor jullie. Kandidaten, stel jullie zelf voor. Ik ben Shanti. Hallo, ik ben Kiana. Hallo, ik ben Lotte. Wacht, ik was... Ah, wie is het? De boys mochten een date wachten, dus kies maar. Oké, okay. Hallo, ik ben Sanne. Hallo, ik ben Michiel. Hallo, ik ben Tim. Volgens mij is Walter gewoon aan mensen aan het eruit stemmen. Okay. Nee, nog niet. Mensen... Maar ik weet al op wie dat ik ben. Eerste vraag. Wat betekenen deze wereldbekende Latijnse woorden veni, vidi, vici? Oei, oei, oei. Ja, antwoord. Ik kwam, ik zag, ik overwon. En dat is 1 punt voor Tim. Tim heeft 1 punt, mensen. Dit kan ongelooflijk snel gaan, hè. Als Tim nog 1 keer juist is, wint hij al, hè. De volgende vraag. Oeh, horen jullie deze achtergrondmuziek? Natuurlijk niet als montage. Haha, met die spannendste. Dat is een woensdagavond, de mensen. Wat is het ongelooflijke coole? Denk ook aan hoe dat ik ben. Wat is het, vindt Ian ongelooflijk cool aan het getal 58.008? Oei, oei, oei. Ja, Michiel? Als je het op een rekenmachine typt, dan krijg je borsten in het Engels. Hé, hey, en dat is 1 punt voor Michiel. Dat is juist. Dat is waar. 1 punt Tim, 1 punt Michiel. Volgende vraag. Gaan we een serieuze vraag of een stomme vraag? Ik ga voor een serieuze gaan, deze keer. Ik heb juist gegeten, dat ga ik niet denken. Welke bekende historische politicus is ook heel bekend geworden met een speech waarmee dat hij eindigde: We shall never surrender. Oh, jee. Ja, Walter? Winston Churchill. En dat is juist, Walter. 1 punt Winston Churchill. Ik kan het nog zeggen. Mensen, er wordt hier gespeeld op hoog niveau. Volgende vraag. Wat is de hoofdstad van Oekraïne? Oei. Wacht. Wie was er eerst? Tim, hè? Ik weet niet. Klopt dat niet? Ik denk het. Ja, Tim. Tim? Kiev. Ja, ik denk die... Kiev. Ja, dat is het juiste antwoord, mensen. Tim heeft gewonnen. Tim heeft immuniteit. Op hem kunnen jullie niet stemmen. Proficiat, Tim. Ian zwijgt. Hey, Sanne, ik vind dat we een team vormen. Team AVD. Wat? Ik vind dat wij een team moeten vormen van Team AVD. Wij moeten naar de doen. Maar dat is niet eerlijk ten opzichte van de rest, hè. Nee. Kijk, jij zou dat als smerig spelen. Ik zou iedereen een kans geven. Ah, oh, dat is niet... Ja, maar nee, dat is gewoon om jezelf niet uit te maken. Het is uw derde aflevering, hè. Ah, zeg het u maar. Jij hebt al 3 keer moeten meedoen en je bent al een keer in de grote finale geweest. Ja, maar ja. Dat gun je mij dan niet ofzo. Ik gun u dat, zeker. Maar jij zit dan er al kansen af te pakken, dus. Ja, nee, ja. Ik weet niet, jij maakt jezelf niet populair. Ik geef jou kans om mee te gaan op de golf van succes. Dat is waar, kijk, ja. Goh, ik schrijf geen papieren. Wat? Ja, dat de vorige keer ook geprobeerd om... Maar dat was eigenlijk enkel maar in mijn nadeel, dus... Ja. Want mensen pakken nu daarop terug, hè. Ja, ze pakken nu daar sowieso op terug, Wouter. Dus ik denk dat het er niet goed uit voor u ziet. Vrees ervoor. Hai. Ja. Nee. Kijk, ik denk dat mensen al beslist hebben in Water, jij met je alliantie. Dat is het enige dat ik nu kon zeggen in de eerste ronde, want er was nog niets van. Ik zou ogen zwegen hebben.
Wat? Ik zou gewoon zwegen hebben als dat het enigste was. Ja. Misschien is dat ook een tactiek. Dat kan. Een stille ronde. By the way, Wouter, fris haar, hè? Ah, merci, merci. Ik ben eindelijk naar de kapper kunnen gaan, hè. Skip kappers, wie gaat daar nu naartoe? Ronde 1. Maar je staat mij er niet uit, want ik ga altijd iedereen een eerlijke kans geven. En ik ga niemand in de rug steken. En dat is wel waar. Ik kan het mijn best doen. En Senne kan voor mij. Ik kan dat bevestigen, dat is wel waar. Ja, maar ik ben ook geen backstabber, hoor. Nee, kom. No. Oh. Ja. Hoe zit jij in de grote finale gekomen? Ik weet niet, helemaal. Hoe? Vertel. Vertel. Ik heb niets gelogen. Het feit dat Sel iets zegt, ik weet niet. Ah, maar ja, dat is om mee verdacht te maken. Nee, die gast heeft gewoon niet steen mee. Want zeg maar een keer wat ik fout heb gedaan. Ik geloof er niets van, ik heb niets fout gedaan. Ah, kijk, ja. Ik heb alle video's bekeken, ik weet wat hij speelt. Ik was wel echt blij dat je de eerste ronde eruit lag in de grote finale, maar kijk. Ja, maar dat is omdat hij ze hebt opgezet. Oh, nogmaals, jij hebt het tegen mij opgezet. Dat is niet waar, ik had maar één persoon tegen u opgezet, kijk. Ah, wel, maar die ene was er genoeg om de rest te beïnvloeden. Ja, kijk, ja. Slecht voor u, hè. Ja. Toch vreemd. Mensen, ik hou hier een halt op. Stuur mij de naam van de persoon die jullie weg willen. We hebben één stem. Voor Michiel. We hebben twee stemmen. Voor Senne. Godskip. En we hebben drie stemmen voor onze spijtige uiteindelijke afvaller. Walter. Ja. Het spijt me, Walter. Ongelooflijk bedankt, Walter, dat je wel meedoen. Want ik weet dat dit zo super onverwacht voor u was. Heel erg bedankt voor uw deelname. Hè. Maar nu kunt je verder films gaan kijken. Kijk, we helpen hem nog. Dan kan zien hoe we al verder kijken nu. Dus ja. Allee, veel succes aan de rest. Dankjewel. Veel plezier. Dank. Dag Walter. Veel plezier. Dit is voor een hele random manier dat ik dit ga zeggen, maar dus, dit spel werkt met dat er altijd een discussieronde is, dat er dan iemand weggestemd wordt, en de challenge duidt aan wie dat er dan die ronde safe is. Zo werkt het spel. Waarom zeg je dat opeens nog eens, Ian? Ik weet niet. Ik heb gewoon zin om dat te zeggen uit het niks. Dus zo werkt het spel. Oké, we gaan verder. Spelen. Het spel dat jullie nu gaan doen... Ah. Oké, mensen. De volgende challenge, goed luisteren, want het gaat waarschijnlijk snel gaan. Ik wil dat degene die de volgende immuniteit wint, is degene die mij eerst een pen kan laten zien en een boek en de woorden zegt Ian is hot. Ian is hot. Yes. Oh, en dat is Kiana. Kiana is al de beste mensen. Dat was heel erg. Kiana, proficiat. Jij hebt iemand. Wie heeft dat nu liggen? Dank je, dank je. Iedereen was wel aan het hustelen. Ik respecteer dat. De hustle is real. Zelf, ik Tim, lees geen boeken, hè. Fuck, hè. Tim is zelf letterlijk verdwenen van het scherm. Tim is letterlijk weggeteleporteerd. Toen weinig. Hallo. Oké, ja, is drie. Oké, Kiana. Hallo. Jij bent safe. Op jou kan er niet gestemd worden. Discussieronde. Jullie praten. Overtuig elkaar. Ja, en toen was het stil. Kijk, ik heb Walter er al uitgekregen. Mijn dag is goed, dus als je er mij uitstemt... Pech, maar dat mag. Mijn persoonlijke vete tegen water is gewoon groot. Ah, was er die ene guy waarover ik even... Ja, dat is die ene guy. Dat ik vorige keer over verteld heb. Dus we zijn blij dat we daar vanaf zijn. Ik heb jullie daar van al gered. Dus kijk, ja, ik verdien mijn plaats wel, maar...
Onrecht, ik ben wel benieuwd wat er de volgende keer krijgt. Je dus eigenlijk om half op je ma. Kijk, ja, dat is wat hij ervan opmaakte. Dat kan, hè. Ah, vorige keer, Wouter heeft echt smeren technieken toegepast om in de finale te geraken, zo de grote finale, dus. Sorry, Ia. Ik kan ook zeggen dat ik zo gevallen ben terwijl ik een brandend huis ingerend ben om kindjes te redden of zo. Dat kan ik ook zeggen, maar ja. Oh, wow. Niemand gaat het geloven. Rustig aan, meneer Michael Jackson. Sorry. In ieder geval van die morgen is dat jij niet veranderd in aan het werk. Jij bent de winnares van deze ronde, Kiana. Op wie zou jij vinden dat er zo moet gestemd worden? Ik heb sympathie met Senne, dus ik weet niet. Hem al zeker niet. Goed. En wat de rest betreft, ja. Maar wat de rest betreft... Dat is altijd moeilijk. Ja, ik weet niet. Ik weet niet. Moeilijk om te zeggen. Sorry, Ian. Zeg gewoon de naam dat Ian content is. Oké. Dat is stoken. Nee, want anders ga ik... Nee, dan ga ik... Dan gaan mensen mij haten en dan ga ik in de problemen komen. Nee. Ja. Oh, Senne, heb je gehoord wat Kiana zei over je moeder? Oh, heb je dat juist gehoord? Oh, reageer. Jij wilt gewoon drama. Sorry, Ian. Echt zo mensen dat zo de koptelefoon wegsmijten en alles van boven. Oké, maar... Ja, we gaan stemmen. Stuur maar de naam. Ik dacht dat ging zeggen, praat nog even verder, maar... Ja. Dat heeft even een pauze. By the way, mensen, ik had gezegd dat er een twist was, hè. Dat een twist ging zijn. Ik ga nu eerst lezen wie dat eruit is en dan zeg ik jullie de twist. Oké. We hebben 2 stemmen. Voor Michiel. En we hebben 3 stemmen voor onze spijtige uiteindelijke afvaller, Senne. Het spijt me. Jij bent weggestemd. Toch heel erg bedankt. We gaan je applausje geven. Heel erg bedankt dat je wat meedoen in dit spel. Ik zo. Graag gedaan. Merci. Fijn dat je mij uitnodigt. Salut. Altijd fijn, Amutin. Oh. Dag. En we zijn nog maar met 4. Maar, twisttijd. Ik had jullie gezegd dat er een twist ging komen. En dat is ook zo. De winnaar van de vorige ronde... Kiana dus, zal beloond worden, omdat zij die ronde de challenge gewonnen heeft, zal zij beloond worden met informatie. Hoe dat ze met die informatie zal omgaan, is volledig aan haar. Gebruikt ze het niet, liegt ze erover, is volledig aan haar de kans. Wat is uw informatie, Kiana? Jij krijgt te weten wie er op wie gestemd heeft de vorige ronde. Oh shit, oké. Dus, ik ga u een printscreen doorsturen. Ik ga u even geven om die op uw gemak te bekijken. En dan gaan we verder. Uh-huh. Is iedereen nog mee met hoe dat spel gaat? Ja hoor. Ja, oké. Okay. Ja. Krijgt hij een printscreen van hoe dat wij dat gestuurd hebben? Ja. Ah ja, ik weet het eigenlijk niet meer. We hebben het gestuurd misschien. Ja, nee, deze nu is okay. De vorige was misschien een beetje raar. Ah nee, maar zo zit okay. Het niet. Zo zit het niet. Oké. Okay. Nee, niks. Heb je het kunnen bekijken, Kiana? Ja. Ja. Oké. Okay. Dan gaan we over naar de volgende challenge. Ik wil dat jullie mijn kanaal kennen. Ik beloon de mensen die dat de echte G's zijn. Want Ian heeft echt een enorm ego. En dat ego wordt nogal heel graag gestreeld. Dus kennis... Dat weten we. Dus kennis over mijn kanaal... Oeh, ik vind dat zo... Heerlijk. Jullie gaan een getal raden. De persoon die dat dichtste bij dat getal zit, die wint immuniteit. En het getal wat jullie moeten raden is... Ik heb niet zo lang geleden een kortfilm gemaakt.
Een privé kortfilm. Hoeveel views heeft die kortfilm? Oh, ben ik er nog? Hallo? Ja, ik ben even weggevallen. Ben ik weggevallen? Ja. Dus? Ja, ik ben even weggevallen. Hebben jullie het gehoord wat dat jullie moesten... Of niet? Nee. Oké, okay, wat ik van jullie... Het getal dat jullie moeten raden is... Die kortfilm dat ik heb gemaakt... Hoeveel views heeft die? En we gaan beginnen met u, Michiel. Hoeveel denkt u? Niet opzoeken, geen cheaten. Ogen naar de camera. 220. Oké. Okay. Tim? 666. Wow. I saw what you did there. Shanti? 570. Kiano? Laat me denken. 180. Oké, okay, wacht hè. Ian moet even... Ah nee, het is... Maar... Oké. Degene dat mij te veel hebben ingeschat, dank u. Degene te weinig... I will remember that. Nee, nee, het juiste antwoord was 243. Dus de persoon die 220 heeft gezegd, die viel dus, is safe. Dat is daar het dichtste bij. Op Michiel kan er deze ronde niet gestemd worden, mensen. En jullie mogen discussiëren met elkaar. Oei. Ja, ik ga voor mezelf zeggen dat ik nog altijd iedereen een kans ga geven. En ik ga niemand eruit stellen waarvan niemand eruit stemt waarvan ik denk dat dat niet verdiend is. Van de screen die ik van Ian heb gekregen, ga ik niks zeggen. Maar ik ga wel zeggen, denk toe na wie dat je eruit stemt. Maar niet op mij. Oké, dat is al wat ik ging zeggen. Nog enkele... Ik heb de indruk, hoe meer dat je mond opent, hoe meer dat er mensen op u beginnen te stemmen. Dus, zolang okay, dat in dat geval heb ik niks gezegd. Ja. Maar jij mag dus niet praten, hè, Michiel? Jij bent safe. Ja, ja, ik weet het, maar het is gewoon een advies voor de ander, omdat dat ik niks zeg, maar er wordt ook niet op u gestemd als je niks zegt. Dus... Kan ook een tactiek zijn. Dat is ook waar. Shanti, Tim, iets wat jullie willen zeggen? Ik heb nog geen enkele keer op jullie gestemd, honestly. En Dingsje kan daar verifiëren dat ik dat niet gedaan heb. Dat is waar. En ik heb nog niks gemeen gezegd over iemand. Allee, behalve misschien die ene opmerking over die guy, omdat ik zijn naam niet meer wist, maar... Ja, ja, ja. Dat is waar. Sorry daarvoor, mijn oprechte excuses. Ik vind het heel eng om Ian te horen, maar niet te zien. Ik weet het niet. Omdat ik, als ik in de finale zou geraken, ben geen moeilijke tegenstander. U. Tim, zelfde vraag voor u. Ik heb ook op niemand hier gestemd. Voilà. Oké, okay, weet je wat? We gaan gewoon stemmen, mensen. Stuur mij de naam van wie er het mag. Oeh, het is precies Kanye West, jongen. We hebben één stem. Voor Shanti. En we hebben drie stemmen voor onze spijtige afvaller. Het spijt me, Kiana. Jij bent weggestemd uit dit spel. Toch? Wauw! Heel erg bedankt, Kiana. Heel erg bedankt dat je wel mee. Ah, nee. Ik ga echt klappen voor u. Dat vind ik jammer. Dat vind ik spijtig. Ik raak nooit verder dan deze ronde. De vorige keer? Altijd. Je vorige deelname had je ook exact de vierde plaats. Ook hier. Exact de vierde plaats. Nooit de finale. Oké. Okay. Het spijt me. Anyway. Dank u.
Dankjewel. Nog veel succes, iedereen. Het was fijn om toch dit half uurtje te kunnen meespelen. En ja, zet hem op, zou ik zeggen. Zo. Doei. De volgende challenge dat jullie zullen doen, is een twist, want er is geen challenge. Lol. Nee. Iedereen is in de gevarenzone, niemand is safe. Jullie gaan gewoon nu nog even overleggen met elkaar, een pleidooi doen voor jezelf, en dan gaan jullie stemmen. Niemand van jullie is safe. Dus, draai het gewoon af van met wie dat je het liefst in de finale wilt zitten. Overleg. Honestly, ik kan nog altijd zeggen, ik heb op niemand van jullie gestemd. Ik heb nog nooit op Shanti gestemd, ik heb nog nooit op de ander gestemd. Ik ook niet. Ik ben u dan even vergeten, maar... Ik wil zeggen dat ik eigenlijk al verrast ben dat ik zo ver geraakt ben. Dus wat er ook gebeurt, ik ben al sowieso blij dat jullie nog niet op mij gestemd hebben. En ik ga het niet tegen jullie houden als jullie toch op mij stemmen, maar... Misschien toch liever niet, maar ik zou het niet zo erg vinden. Trouwens, als jullie vragen is waarom ik stem in haar plaats, haar eerste stem was haarzelf, maar blijkbaar mocht dat niet, dus ja. Ja, ik had dat ook eerst gevraagd, maar dat mocht ook niet. Och, dat is kun je zielig. Ik heb het gezicht van jullie. Ik ben op jullie te staan. Eerst kreeg ik dat bericht zo van Tim, ik was van what the fuck. Dan kreeg ik dat bericht van Shanti, ik was van jammer. Maar jullie zijn echt schatten van mensen als jullie op jullie zelf willen stemmen, dan mogen mij er wel uitstemmen. Kom aan, dat is jullie. What the fuck is er aan de hand? Maar bol, ja, ik ben hier eigenlijk in, omdat ja, de vorige wedstrijd, denk ik, de vorige plaats geëindigd, ik ben nu al verder geraakt. Dus voor mij is het ook wel goed geweest, op zich. Maakt mij niet zoveel uit, ik wil eigenlijk niet winnen om die finale nog een keer te moeten doen ofzo. Oh. Iemand die er gewoon zegt van, ik wil eruit, allee, maak het gewoon gemakkelijker. Liever niet eigenlijk, maar als het moet, dan moet het. Weet je wat, mensen? We gaan gewoon stemmen. Stuur mij de naam. Mensen, we hebben iets spectaculair. Iedereen heeft een stem. Iedereen heeft een stem ontvangen. Dus iedereen heeft één stem ontvangen. Wat doen we? Jullie stemmen gewoon nog eens. Ja. Die gewoon allemaal op hetzelfde... Kerel. Iedereen heeft weer een stem ontvangen. Maar pak gewoon een schiftingsvraag of zo. Nee. Schaarsteen papier. Nee, wacht. Jan denkt... Het is toch geen ojojoi-vragen niet meer? Nee, we gaan het anders doen. Ik ga een ojojoi-vraag doen. De persoon die dat juist heeft, die is safe. En die gaat beslissen welke wie dat er weggaat. We gaan het zo doen. Oké? Ik moet ojojoi zeggen als hij de vraag stelt en hij het antwoord. Dat had ik nog liggen. Wie is de schrijver van het bekende klassieke verhaal A Christmas Carol? Kun jij zo geen normale vragen stellen? Dit is een gameshow. Ik kan het ook doen. Oi, oi, oi. Ja? Is dat Lewis Carroll? Dat is Fout met een Heer. Ja, oi, 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 sorry. Oi, oi, oi. Jij eerst? Dickens? Charles Dickens? Dat is juist, Tim. Jij bent juist. Het antwoord was Charles Dickens. En Dickens heeft over Christ geschreven. Dus, Tim, jij bent degene die kiest tussen wie dat er tussen Michiel en Shanti eruit gaat. En je gaat dat gewoon luidop zeggen. Pino Brut. Ik voel mij zo slecht. Zijn wij weer beter. Is oké. Oké, Michiel, bye, sorry. Oh, sorry. Oh.
Spijt me, Michiel. Jij bent weggestemd. Ik hoop echt dat je het niet tegen mij gaat houden. Ik vind het echt erg dat ik hou het niet tegen u. Het is echt een stom spel, Ian. Het is echt smerig, maar veel succes, mensen. En doe dat goed, hè, alle twee. Yo, salutjes. Bye. Jan, je bent echt een monster, weet je. Shanti. Annie, en nu? Shanti, Tom, yeah? Proficiat. Jullie zijn de finalisten van dit spel. Eén van jullie gaat winnen. Jullie hebben dit spel voornamelijk gezwegen, maar dat bleek dus voor deze ronde een goede strategie te zijn. In sommige shows was dat een slechte strategie, in deze was dat een goede. Proficiat, jullie zijn de twee finalisten. Wat gaan we doen? We gaan één laatste finale spel doen om te zien wie dat de ultieme winnaar wordt. Hoe dat ik eruit zie. Juist? Jullie weten hoe ik ben. Juist? Ja. Ik wil van jullie dat jullie hard, ik wil dat van jullie gemeen zijn. Wie dat van jullie twee mij als hardste kan dissen, die wint. Ik wil dat jullie mij een dis en beledigen. Jullie moeten mij echt beledigen, een echte sterke dis geven. De persoon bij wie dat hardst is, ik kies, die wint. En ik beslis, want ik ben de jury. Ik geef jullie even tijd om na te denken natuurlijk, hè. Geef jullie gelijk een minuut. Dat gaat hij nog aanzien als compliment. Oké. Wederom, denk aan hoe ik ben, hè. Ja, mijn manier van denken is al wat anders. Ja, ik denk dat gaat hij nog aanzien als compliment is. Als ik zoiets heb van, oh shit, that hurts, dan is het goed. Dus ik ga even zo wat rondstappen in mijn kamer, jullie denken even. Dat is best wel moeilijk om hem te dissen, omdat hij gewoon echt naast ons kan lachen. Maar misschien is het ook gewoon wie dat hem het hardst kan laten lachen, hè? Ja, maar ja, want wat neemt hij op als een dis? Allee... We zullen doen bij ladies first. Shanti, jij begint. Nee. Deze keer. Nee. Ik ben als eerste moeten beginnen met voorstellen en zo. Ik vind dat ik nu als laatste mag. Nee, ik vind dat we de etiketten moeten respecteren, ladies. Nee. Ik geef u de eer. Doe maar. Wacht. Ik ben de games. Ik ben de host. Nee. Jij maar eerst. Ja. Ik vind dat wel een moeilijke. Ja. Om je te dissen, omdat jij gewoon met alles lacht. Zoals Femke zei ook, ja, hij lijkt op Pablo Escobar, maar ik neem aan dat jij dat eigenlijk nog als compliment beschouwt. Maar dan wil ik je toch wel even vragen, Ian, hoe lang dat geleden is dat je eigenlijk nog een vriendin hebt gehad? Ik heb er een. Heb je een vriendin? Ja. Hoeveel heb je haar betaald? Dus, is dat u... Antwoord? Is dat u... Nee, ik wist niet dat jij een vriendin had. Ja, ik ben... Maar wacht, ik moet officieel horen, want nu moet ik dat al interpreteren als uw antwoord, of niet? Ja. Dat is uw antwoord, dus hoeveel heb je haar betaald? Oké. Okay. Nu ben ik echt zwaar aan het opzoeken. Ik heb geen enkele foto meer. Ja, logisch. Dat snap ik. Tim? Ja? Zeg jij u dus maar. Dat was het. Het is eigenlijk vooral... Het is vooral eigenlijk een vraag naar u, Ian. Ja. Weet je nog toen we zo met een trein naar Brussel zijn geweest, met Lenny en zo? Ja. Je hebt toen echt veel te lang met hem zitten discussiëren over de vorm van zijn pik. Dus ik vroeg mij af... Heb jij zo stiekem gevoelens voor Lenny, of is dat gewoon omdat je voor jezelf wat aan het compenseren waard? Want... Jullie antwoorden, de persoon die ik vond die het grappigste was hierin, en proficiat, de winnaar, Tim, ik vond uw antwoord het grappigste. Jij bent de winnaar van deze aflevering. Shanti, jij bent op de tweede plaats gekomen. Ja, ik had iets sterker verwacht.
het was eigenlijk bij alle twee niet echt supersterk, maar ik weet dat het is een heel random challenge om opeens mee af te komen. Proficiat Tim, jij hebt deze aflevering gewonnen. Hoe voel je je? Verbaasd. Maar een beetje enthousiast. De laatste keer dat ik iets gewonnen heb, was 4 jaar geleden, dus... Voilà.